Yo, de mensen, weer bij een nieuwe aflevering van Mindsie op Dusdave Games. Ik ben Steeds, a.k.a. Kai, en ik ben hier weer met Koning Malino en Goodblue 777. Zekers. Ja, niggas. Ik bedoel, miggas, minus, muzzles. Snickles. Mijn mensen. Snickers. Oké, we gaan... Oh. Wat? We kwamen er dus achter dat in die cave eigenlijk nog wel wat shit zit. Toen er zitten nog iets van 4 dorpjes of zo in die cave. Ja, maar dat doen we een andere keer wel, want we zijn al zo lang geweest om te kloten. Huh, zit er nog meer daarin? Ja. Oh. Oké. Okay. We zijn al zo lang geweest om te kloten, dus laat maar gewoon mooi. Ja, waar zijn jullie? Ga daar. Ja, jij weet waar we heen moeten eigenlijk, hè? We gaan naar de Knoxmoor in. Ja, dat weet ik, dat zei ik, maar ik bedoel... Ja, maar dat zeiden de kijker, we hebben de kijkers niet gehoord. Oh nee, we gaan naar de Knoxmoor in. Oh, wacht, hebben ze het nu gehoord? Ik ben gewoon aan het springen, hoor. Mag oh ja, ja, dat ga ik ook maar doen. Ik heb geen zin om het heen en weer te lopen, special tactics. Ah, het is fijn om weer in het sneeuwland te zijn. Vind je? Voelen jullie ook de sneeuwvlokjes? Zien jullie die sneeuwvlokjes ook? Ja. Die voelen heel koud. Ik dacht al dat pixelfouten waren. Nee, het zijn sneeuwvlokjes. Oeh, hier staat een redstone torch. Betekent dat wat? Oh, hier moet je niet invallen. Oh. Holy shit, wat een kutstreek van Mindsie. Moet je eens hier komen. Kom je dan vast te zitten? Als je mij nu slaapt, Mila, dan word je zo boos. Wat is het dan? Lol? Slaat dat nou weer op? Kunnen we hier in of niet? Ik zal het niet doen. Lijkt me niet. Ik bedoel, het is gewoon... gras. Ja, maar ik zie daar wel een soort van sign achter is, dus misschien kunnen we het water niet zien of zo. Nou, ik ga het er niet op wagen, ouwe. Good Blue. Nee. Oh. ik vind het ook al niet vertrouwd. Hier zo'n random gat hier zo naar beneden. Dan gaan we gewoon verder. Jezus, wat is deze sneeuw hoog? Maar staat daar niks over op de map dan? Nee. Moet nee, er staat ook helemaal niks daarover in. Nee. Deze sneeuw is veel te hoog om op te klimmen, dus we gaan gewoon om de berg heen lopen, neem ik aan. Dat is wel beter. Is goed, joh. Als jullie mij gaan volgen, koning, kompions. Koning, doe ik, sorry. Oh, hier kan ik niet onderdoor. Kan ik liefst, jongen? Oh. Jammer. Ik wil die button gaan gebruiken. Au. Wat? Niet vallen, Milan. Ik viel van de kut. Dat is kut. Ik wil button gebruiken. Huh? Wat zijn dit voor bomen? Die zitten echt heel dicht. Ja, het zijn trollbomen. Waar ben ik? Waar zijn jullie? Fuck. Ik zit vast. Ja, ik ook. We zitten hier vast. Oh, daar ben je dat nou? Ja, jongens, leuk dat jullie hebben gekeken. Oh, I should probably find water soon. Oh jee. Ik zit echt vast hier. Ja, what the hell? We kunnen hier niet langs. Echt? Oh nee. Zitten we hier echt zo... We gaan eens uit de weg. Ik moet heel veel concentreren. Oh, kut. Kijk, ik ben eruit, jongens. Ik ben eruit. Ja, hoe dan? Hier, hier. Zie je hier. Ah, nice. Ja. Goed zo, Milan. Dat is heel slim voor jou. Dank je. Au. 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 Dat zat eraan te komen. Ik ga stoppen met springen nu, want ik spring wel heel veel. Boeien, mijn eten is nog steeds vol. We hebben fucking veel eten, hè? Ja, jij hebt ook veel eten, ik niet. Ja, ik ga toch delen, ouwe? Wat denk jij? Dat deed je vorige keer ook niet. Wel? Niet. Toen ging ik gewoon dood. En toen zei jij, ja, ik heb net 3 citroenen en 5 appels opgegeten. Jongen, maar je trapte er wel in. Waarin? Weet ik niet. Dat was eigenlijk per ongeluk, sorry. Trapte in de val. Het piept me. Het piept en het valt van een berg. Klappert. Jezus in een trainingspak. Hoezo piept dat?
Ik snap het niet. Wat gebeurde er met je stem? Weet niet, hij sloeg over, maar dat, ik snap het niet. Ja, ik snap hem ook niet. Het was een impulsief... Nou, ik weet er wel een. Het is blauw en het vliegt door de kerk. Een blauw engeltje. Jezus, in een trainingspak. Nou, oh my god, heb je nou gewoon het antwoord van de vorige... Nee. Oh, fuck man, dat je niet... Oh, even waterpakje hier. Ja, dat was een goeie. Heb jij er nou ook nog één? Ja, ik heb er nog drie. Hoeveel drie? Drie, ik wil een mop. Oh, een mop? Raadsel, iets. Ja hoor, komt een man bij de bakker. Is de bakker er niet? Hij kent er ook nog wel een. Oh. Hoe ging die ook weer? Moet ik even nadenken hoor. Ja? Ah ja, ik weet het wel. Er lopen twee domme blondjes aan de overkant van de straat. En dus van elkaar parallel, weet je? Ja, ja. Zegt het ene domme blondje tegen de ander: hé, hey, hoe ben je daar gekomen? Zegt die ander: daar ben je toch al? Oh my god. Dat is the worst ever, gewoon. Die is zo goed, man. Fuck yeah. Oh, allemaal zombies. Je moest heel veel lachen als kind zijn. Oh, hier zo liep eerst trouwens een zombie Pikmin in de vorige ding. Echt waar? Ja, dus daar moet je voor uitkijken. Hé, hey, we hebben een shoppel, toch? Ja. Hier, ga graaf open, graaf ding, open ding. Oh, kan wat? Ik hoorde allemaal zombies. Glitching box. Oh, achter mij. Nee, je moet een steen of zo, een mosstone moet je weg gaan. Oh, daar lopen hier allemaal zombies. Oeh. Ik kon gewoon overschieten. Oké, maar hier zijn wel de chests. Ik weet al waar er één is als het goed is. Die zit in deze toren. Even serious face. Waar had ik een shovel voor nodig of is Milan dat dan? You have earned the achievement 1 down 999,000 to go. Bell Skype, zegt Draven Kills. Nou, hieronder zit een ender chest. Pak hem. Ja, maar ik kan hem niet pakken, want dan ben ik glitching blocks ofzo. Die kleuter dragon gast, die heeft dus chest hier gepakt. Oh, er zit niks in, man. Is dat zo? Kan je dat openmaken? Ja, ik kon die chest openmaken, maar er zat niks in. Kan je die andere graaf niet openmaken? Nee, oh. Er zit ook niks onder. Oké, nou, dat is geen probleem. Oh, dus ik val weer. Vanaf hier kunnen we naar de pirate ship en nog wat andere dingen doen. Dus ik stel voor dat we naar de pirate ship gaan, want er zit een military ding. Oh wacht, we hebben hier, er zitten hier vier chests, hè? Hebben we alle vier gehad? Nee, maar iemand is hier net geweest, Dragon Kills, kijk maar in de chat. En MKCB, PC. Oh ja, nou laten we hier dan weg gaan. Ja. Ik vind wel dat we niet de David approach moeten gaan doen op shit. Van niet killen, want we hebben nog geen gear. Nou, ik heb ook geen gear. Ja, maar ik vind wel dat we een redelijke agressieve approach moeten hebben naar de mensen. Okay. Van zij kijken ons vies aan, wij vermoorden jou. Okay. Maar kun je stone axe, kun je die ook hier, gewoon hier, daar staan ze. Oh, die gaan we niet killen. Ik denk dat we hier even een stukje achteruit moeten gaan, want die gasten hebben onwijs items. Oh, ja. Kijk uit, zegt hij. Hij zegt ook kijk uit. Andere kamer oplopen, denk ja, ik. Ja, laten we maar nou, even naar het westen lopen. Oh, hij schiet al. Ja? Wegwezen, man. Als we achter ons aankomen rennen, dan gaan we ook rennen. Oh, hij zegt niet doen. Gewoon wegwezen. Gewoon naar het oosten. Ik ga, zegt hij. We loggen uit, Kay. Oh, ze zijn bang. Wozes, wat is dit voor plek, joh? Wow. We zijn nu bij de cave system entrance van een andere. Hij zegt doei, doei. Ze zijn weg, dus we kunnen nu door de trap heen. Als ze snel zijn. Pirate ship is daar, ouwe. Waar? Laten we naar een pirate ship gaan. Dat is op 750. Ja, en daarna dus heel veel chests. Ja, maar ook military, hè? Ja. Dus chain en iron en zo. En daar heb je ook die ene jump ding. Waar we toen eerst waren. Ook nee, dat is ergens anders. Wie is dat dan? Ja, er staat er nog maar eentje. Ah, ja, hij is weg. Ze zijn uitgelogd, want ze waren bang voor onze mannelijkheid. Maar onze mannelijkheid nog wel. Daar is die jump map, is daar ook.
En ik heb een button. Dus die deur kunnen we gaan openmaken. Nee, we gaan nu niet de stairway op. We gaan eerst naar de pirate ship. Kom ja, hier. Die is naar beneden met de nee, stairway. Nee, die is daar niet. Ik jawel, heb ik ben er gewoon Kom hier. Loop jij maar daarheen. Ik ga naar de pirate ship. Ja, oké. Ik ga ook naar de pirate ship. Veel plezier. De pirate ship zit hier beneden. Ik weet niet hoe je er gaat komen, maar succes. Dat is Kamp Azara waar jij heen loopt. Ik ga nu naar de pirate ship. En ik ben er toch vorige keer geweest, Milan? Moet dat vanaf beneden dan? Ja, dat moet vanaf beneden, want hij staat beneden. Milan, zijn er heel veel zombies daar links van je? Dus, Die zoeken maar uit. Ja, je hebt gelijk, man. Ik kom eraan. Toch wel. Ik vind het echt goed dat jij gelijk hebt. Dat vind ik zo fijn dat ik gelijk heb. Ah ja. Eigen gezondheid, man. Dank je. Do you even know what lol means? Do you even live, bro? Do you even wait, bro? Oh, dit vind ik echt kut. Sorry, Kai en Janko. Wat? Ik vind Janko trouwens wel een epische naam. Komt niet vaak voor. Nee. Nee, als je een bedrijfje start, is het Jan & Co. Doekadoem. Ja, boom. Die is in je feestje. Dat is wel goed. Ach ja. Hier zo is de pirate ship, Milan. Ja, ik kom al aan, maar jij gaat natuurlijk weer gewoon alleen op expeditie. Ja. Dus ik hoop dat je doodgaat en de hele opname wordt verneukt. Expeditie Robinson. Fuck ja, Milan. Echt, je gunt mij niks. Ik gun jou wel wat. Ja, wat dan? Banaan. Ja, als jij een banaan wil. Ik kan er zo een paar opgestuurd krijgen, denk ik. Ik pak hier lekker alle chests en jullie krijgen helemaal niks. Oh my god. Dat is dan wel weer... Hey, ik heb een pickaxe, hè? Nee, maar dat is wel heel zielig. Wat? Dat je dat nu doet. Oh god, hier staat een zombie. Terwijl ik net heb gezegd dat jij gelijk had. En wat kan je met pickaxe dan? Je moet ook je excuses aanbieden, hè? Heb ik al gedaan. Ik heb het niet gehoord. Nou, sorry. Het klinkt niet echt oprecht. Ik meen het. Zeg dat je het meent. Ik meen het. Ik meen het met al mijn hart. Hey, ik heb een Ender Pearl, wat kan je ermee? Dat is een granaat, vriend. Hoe gooi ik dat? Rechtermuisknop. Mag ik dat doen? Doe maar niet hier nog. Oké. Dan gaan we nu naar de button toe, ja? Ja, is goed. Ik sta buiten met Janko. Ja, ik kom eraan met mezelf. Ja, dat snappen we, want je bent egoïstisch. Fuck ja, ik heb echt zoveel gedaan voor jou in deze serie. Hier heb je wiet. En hier heb je... Oh, nice. Hier, wat nice. Ik doe dat allemaal voor jou. Oké. Okay, wat heb jij in je hand? Is dat een crafting table dan? Hier heb je een iron ding. Nice. Stone bedoel je, lul. Heeft iemand pijlen voor mij, want ik heb een boog. Ik heb 15 pijlen voor je. Dan mag ik pijlen. Hier heb je een pickaxe, ik weet niet wat je ermee kan. Ik ook niet. Jij hebt nu pijlen. Thanks man. Ik weet echt niet wat je met een pickaxe kan. Ik ga weet wel dat ik even mijn water erbij vullen. Wat ik ook raar vind is dat we amper papier vinden. Ik weet niet waar je dat vindt. Maar dat maakt niet uit, we gaan naar de epic chest toe jongens. To battle. Ja. Weet iemand hoe lang we aan het recorden zijn? Jij bent de man. De man van de recordings. Kijk die brug erboven, die heb ik nog nooit gezien. Stone pickaxe used to mine coal, iron and gold for settlements. Ja, dat is Minecraft. Dat is Mines Wiki. Ja, maar dan moet je Mines Z kijken. Ja, dat zeg ik, Mines Z Wiki. Wat heb je aan coal dan? Weet ik niet, staat er gewoon. Coal, iron en gold. Als je dan zo'n furnace tegenkomt en je hebt bijvoorbeeld dan... Ja, maar je kan niet smelten, je kan geen furnace openen. Blijkbaar wel. Ik stond net bij heel veel ovens bij die plek daar beneden en ik kon niet de dingen openen. Oh ja, man, staat hier. En er staat ook dat met een shovel kun je cowwebs weghalen, cactussen en graf open dingen. Waarom maakt je net al geen graf open? Dat heb ik gedaan met je grafkop. Zo! Ik schrok ervan wat ik zei, sorry. Heb ik gedaan. Au. Hey, ja. Wat? Er zijn hier mensen of zo. Ik werd geraakt. Ja, ik weet het ook niet. Komt hier niet uit de lucht vallen? Nee, de goden die forsaken. Oh my god, jij hebt een pijl in mijn kont geschoten. In je voet. Wat is dit voor iets doms? Ja, maar jij zegt de grafkop. Ja, we moesten grafpok zijn. Ik had de kop en de pok omgedraaid. Ja, maar je moet ook de O met de K mixen. Jongen, met je pokkenkop. Hou even op. K
Kijk, dat zeg ik het weer verkeerd. Ik bedoel koppenpok. Wat? Ja, maar hou je bek gewoon met je hoofd. Oké, ik hou van je kijk. Want je beledigt mij. Je beledigt mij. Waar lopen we heen? Je was eerst toen we hier met David liepen en hier weer zo'n brug in de lucht. Jongen, ik ben toch even de weg kwijt nu. Bridge, even kijken. We lopen nu naar echt helemaal niks gewoon. Niks. Gaan we naar de Wizard Tower? What the fuck is de Wizard Tower? En ik zie daar een gat in de berg. Heb je niks in ieder geval? Dat weet ik wel. Ik ga wel door het gat in de berg, denk ik. Abandoned Farm, daar kunnen we heen. Ik ben jullie kwijt, want ik moest even op de map kijken. Ja, maar wat is dit? Hier was eerst een jump map in de buurt, bij die paar. Nee, jij zit helemaal de verkeerde kant op, ouwe, maar dat maakt niet uit. We gaan naar de abandoned, de verlaten boerderij. Milo! Give oh, daar is vast wel eten te vinden, of niet? Geef mij die coordinates. 1020. 1020? Min 3000. Oké, en dan vind ik het ook mooi geweest voor deze aflevering. Daar zijn we al een heel tijdje bezig. Ik vond het vet dat jullie keken. Like deze video. Subscribe even op onze kanalen en op DDG. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Later. Later.